Goed dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Find the Creator. En helaas moet ik in deze video het hebben over kindermisbruik binnen de Surinaamse gemeenschap. En ik focus me nu heel even op de Surinaamse gemeenschap. Ik was oorspronkelijk niet van plan het zo vroeg al te hebben op mijn kanaal over dit thema. Maar vanwege recente omstandigheden, die kennen jullie allemaal wel, want er gaat momenteel het een en ander rond met betrekking tot kindermisbruik, voel ik me genoodzaakt ook hier iets over te zeggen. Ook ik ben namelijk geraakt, in een bepaalde vorm in mijn verleden, door kindermisbruik. Maar terzijde, wat is dit verschrikkelijk wanneer je hiermee te maken krijgt? Oprecht verschrikkelijk voor kinderen die hiermee te maken krijgen en de ouders en de omgeving daarvan. Ik ben niet het type die smatori hier in de camera komt bespreken, dus ik zal vooral niet echt ingaan op wat er nu speelt, maar ik ga wel in op een probleem wat chronisch aanwezig is, ook binnen onze gemeenschap. En daar wil ik graag over praten. Want hoe ga je nou om wanneer je kind naar je toe komt, maar vaak gaat het zo, op een onverwachts moment, en je kind vertelt, die en die heeft aan mijn poenie poenie of mijn tolly tolly gezeten. Je bent compleet onvoorbereid en op dat moment stort je wereld in elkaar. We weten dat kinderen over het algemeen onbesmet en zuiver zijn. Ze verzinnen niet zomaar dingen. En waar ik het over wil hebben is dat je eerste reactie heel erg belangrijk is. Hoe je dan reageert. De eerste reactie is zeer belangrijk hoe je dan reageert. Want het is namelijk ook de reactie die je kind onthoudt. Hoe bereid je je als ouders of als verantwoordelijke voor op een kind die met een dergelijk verhaal naar je toe komt? Wel, naar mijn mening is het precies dezelfde manier zoals je dat kind hebt voorbereid dat die en die, of eigenlijk niemand, aan je geslachtsdelen mag komen. Of niemand mag zijn geslachtsdelen aan je laten zien. Op een provocerende manier. Een kind komt naar je toe en zegt wat. Precies hoe je kind hebt voorbereid, is het belangrijk als ouder of als verzorgende jezelf ook voor te bereiden, want het kan helaas zo zijn dat een dag komt dat een kind met een verhaal naar je toe komt. Hoe reageer je dan? Kijk, voordat dat kind naar je toe komt, afhankelijk van de situatie, is er zeker al wat bij dat kind gebeurt, hè? Vaak de deskundigen praten over dat er een soort van schuldgevoel is bij een kind over een situatie. Vaak vindt misbruik plaats binnen de familie. Hè? Het kan een bekende zijn van het kind. En het kind is geïnstrueerd. Hou je mond dicht, vertel niets. Of misschien zelfs afgekocht met iets. Maar het kind heeft een bepaald schuldgevoel. Iets is aan het koken in het kind. En het kind maakt zijn mond open en zegt wat. Hoe je als volwassene reageert op die tori, kan zo zijn dat het kind voelt dat het wordt aangevallen. Dat het schuld moet hebben over het feit wat gebeurd is. Terwijl dat kind nergens van beschuldigd kan, want het is de dader die ten alle tijde schuldig is van het misbruiken van een kind. Dus hoe explosief je reactie is op wat het kind vertelt, dat kan nog een verschil uitmaken, want sommige kinderen worden bang, trekken hun woorden terug. Het lijkt of de consequentie, de boosheid of de expressiviteit van hoe ouders reageren, nog zwaarder is dan wat op dat moment het kind nodig heeft. Dat is bevestiging van liefde, van zekerheid, van beveiliging. Dat de ouders daar voor het kind is. Dat de ouders blij is dat het kind zijn mond opentrekt en vertelt over wat het kind heeft meegemaakt. Want de cijfers zijn als volgt.
één op de 9 kinderen vertelt wat er met hem of haar is gebeurd. 1 op de 9, eigenlijk kan je zeggen 10% van de 100% maakt zijn mond open. Die andere 90% die vertelt of maakt zijn mond pas open wanneer het volwassen is. Of sommigen gaan zelfs met die probleem naar hun graf. Ze praten er niet over, zelfs 10% van dit soort gevallen komen boven het water drijven. Hoe heldhaftig, hoe flink is je kind dat het zijn mond open trekt om hierover te praten? Hoe reageer je als ouder? Hier moet je helaas op voorbereiden. Uiteraard heb je als ouder de verantwoordelijkheid om je kind niet in situaties te brengen waar er mensen zijn of mensen kunnen komen. Je kan je kind toevertrouwen aan één persoon, maar als die persoon over zijn vloer weer vreemden heeft, kon het in- en uitloop van vreemden, ook op die manier kan indirect je kind worden geëxposed op een gek. Maar mensen die kinderen misbruiken, die zijn gek. Die zijn ziek. Die zijn helaas ziek. En behoren... Ze zijn ziek. Oké? Ze zijn ziek. Of er is in dat kind of die persoon zijn leven ook dingen... Dus er is altijd ook dingen gebeurd als consequenties daarvan. En ik heb het nu over volwassenen die kinderen misbruiken. We weten ook dat binnen onze gemeenschap eigenlijk... Ik focus op een gemeenschap. Kinderen die met kinderen dingen aanrommelen is een heel ander ding. Ja? Is een heel andere tory. Ja? In kinderen ontwikkeling doen ze af en toe rare dingen. Maar het zijn kinderen die nog niet ontwikkeld zijn. Vaak hebben ze niet eens door waar ze mee bezig zijn. Wij als volwassenen zien het als bepaalde seksuele handelingen. Maar voor kinderen is het een soort van verkenningsding. We kennen allemaal wel in onze familie. Neefjes en neefjes. Nichtjes en neefjes. Whatever. We hebben het niet daarover. We hebben het nu over mensen die tot een volwassen leeftijd zijn gekomen. En met hun cognitief moeten snappen dat je bepaalde dingen doet. Zich vergrijpen aan kinderen. Daar hebben we het nu over. Ik wil niet zeggen dat ik het andere ding goed praat, maar je moet die twee dingen heel goed van elkaar scheiden, want het heeft een hele andere impact in de beleving van kinderen. We hebben het nu over volwassenen die zich aan kinderen vies maken. Hoe je als ouder reageert is belangrijk. Je kind heeft bescherming nodig op dat moment. Bereid je voor, want het kan helaas een dag zijn dat een kind... Of een kind, andermans kind, naar je toe komt en iets vertelt. En je wilt niet dat het kind zich onveilig voelt in je omgeving. Dat het kind niet durft te praten meer daarover. Want je gaat hierover in gesprek moeten gaan met het kind. Je hoeft niet alles op één dag glad te proberen te strijken. Het kind heeft zich geuit. Nu is het aan jou om je huiswerk te gaan doen. Wat moet je gaan doen met wat het kind u zegt? Ga de juiste instanties benaderen. Ga de juiste informatie bij elkaar rapen. Ga met de juiste mensen in gesprek. En voordat je goede bewijsmateriaal hebt, wees terughoudend hoe je die tory beert. Hoe die tory het universum wordt gelanceerd. Want tot op heden, zonder bewijsmateriaal, is er nog steeds sprake van twee potentiële slachtoffers in het geheel. Een kind wat slachtoffer is, of de dader die wellicht een slachtoffer is, omdat dat onterecht in verband wordt gebracht met kindermisbruik. Sorry, we leven nog steeds in een rechtsstaat, waardoor schuld iets bewezen moet worden, iets moet bewezen worden. En dan zijn dit zijn de moeilijke dingen binnen onze gemeenschap, hè? Van hoe ga je daar nou mee om? Maar het moment dat een kind naar je toe komt, is slachtofferhulp voor het kind het belangrijkste. Trauma verwerken en trauma afhandelen is het belangrijkste. Je bent niet bezig met de dader na te jagen. Daar zou je niet mee bezig moeten zijn. Dat is iets voor politie en justitie. Je bent bezig op het kind en je bent bezig met jezelf en je bent bezig met de directe omgeving. Hoe je voor het kind klaar kan staan.
En ik zeg dit zonder te oordelen. Ik heb het nu over hoe kunnen we elkaar helpen ons voor te bereiden op dit soort verschrikkelijke dingen. Wees bezig met het kind en laat justitie zijn werk doen. En hier komt het volgende stuk, waar ik het heel even wil hebben over een bepaalde agenda die we in dit land ook terugzien. Wanneer je research doet en op het internet gaat kijken met betrekking tot kindermisbruik, lijkt het of ik in een land leef waar echt pedofilie wordt gepusht. Sorry, het wordt ook gepusht. Want als je het internet gaat doornemen en de website van slachtofferhulp, dan vind ik hoe ze geformuleerd hebben of je wel of niet aangifte moet doen wanneer er sprake is van een dergelijke situatie, vind ik dat hun bewoordingen daar heel zwak zijn. Overweeg wellicht. Kijk naar de situatie of je. Mopampang! Ik zeg je nu, wanneer er sprake is van een situatie als dit, zal je ten alle tijde aangifte moeten doen. Het spijt me heel erg. Waarom? Dat kind van 3, 4, 5, 6, 12, 16, 17, 18 of 20 jaar zal kijken naar het gedrag of zal kijken naar wat de persoon in kwestie die zich had moeten beschermen, dat kind had moeten beschermen, voor stap heeft ondernomen. Kom ik erachter dat je geen aangifte hebt gedaan wanneer ik eenmaal volwassen ben? Misschien draai ik je aan vast. Ik zal op een manier kijken naar mijn ouders. Wacht even. Jij bent verantwoordelijk voor mijn bescherming. En je doet geen aangifte. Hoe achterlijk kan je zijn? In hoeverre sta je aan mijn kant ter bescherming van mij als kind en mijn verstand? Dat is heel belangrijk. Maar los van wat het kind is overkomen, ik wil dat jullie heel even focussen dat die daders vaak meer dan één slachtoffers gaan maken of hebben gemaakt. Dat is nou eenmaal waarom ik zeg, doe altijd aangifte. Want dergelijke volwassenen moeten in beeld of in kaart worden gebracht van justitie. Ze moeten in kaart of in beeld worden gebracht. En het spijt me heel erg als het iemand dicht in de familie is. Of het een oom is. Of het de vader zelf is. Of het de moeder is, opa, oma. Het spijt me heel erg. Er zou aangifte moeten worden gedaan. Dit is geen tori die binnenshuis binnen de familie kan worden opgelost. Eén hert over de dam, hoe je dat ding neemt, en er volgen meer. Dat soort mensen zijn ziek en houden het vaak niet bij één slachtoffer. En er kan een periode tussen zitten van, ik heb me netjes gedragen. Maar vroeg of laat gaat die kronkel weer zeggen in het brein van dat soort mensen, het wordt tijd voor de volgende slachtoffer. Of er komt een situatie waarbij dat soort mensen zich niet kunnen beheersen en weerhouden. Aangifte is noodzakelijk. We gaan niet die agenda van gek Nederland, die pedofilie wilt legaliseren, helpen vooruit te komen. Dus doe je aangifte. Ik ga deze boodschap eigenlijk een klein beetje afsluiten. Ik wil wel zeggen nog, hoe herken je nou of een kind is misbruikt? Het zijn signalen die een kind afgeeft. Vaak merk je dat kinderen onrustig beginnen te slapen, last krijgen van nachtmerries. Wat je ook vaak ziet zijn verkrampingen in het lichaam, vaak in de buikstreek. Dat zijn signalen. Dat zijn signalen die je niet moet negeren. En je kan jezelf voorbereiden op een bepaald gesprek om een kind te peilen. Je hoeft niet rechtstreeks een kind een vraag te stellen.
Maar zeg het in de derde persoon. Weet je, als de opa of oma van die en die aan de tolly gaat zitten van die poenies gaat zitten van die en die. Nee, dat mag niet hoor. Dat mag echt niet. Ik hoop echt dat, weet je veel, Kevin, dat zijn moeder gaat zeggen, of zijn vader gaat zeggen, ja, op die manier kan je het voor het kind makkelijker maken. Dat het kind beseft van, hey, als dit mij overkomt, dan ga ik mijn mond openmaken hoor. Dan ga ik iets zeggen. Wees voorbereid wanneer een kind naar je toe komt en over dit soort dingen spreekt. En nogmaals, je eerste reactie is heel belangrijk. Want een kind hoeft niet op te groeien waarbij kindermisbruik een dusdanig traumatisch ding is in het leven. Dat het kind ontwricht is, niet meer kan functioneren en geen mooi onderdeel kan zijn als volwaardig volwassen in onze maatschappij. Het hoeft niet. Het hoeft niet. En traumaverwerking wil zeggen dat de trauma en de ervaring een juiste plaats krijgen in het brein van het kind en het lichaam van het kind. Dat het niet gedrukt door het leven gaat. Dat het geen angststoornis ontwikkelt, geen depressies ontwikkelt. Het hoeft niet. Het hoeft niet. Vaak zijn het onbehandelde kinderen of kinderen die uit een omgeving komen waarbij ouders of verzorgenden niet adequaat reageren, maar op emoties en boosheid reageren en bewegen, dat het uiteindelijk niet goed komt met ze. Of dat ze later, wanneer ze voor zichzelf keuzes en beslissingen moeten maken met betrekking tot hun geestelijke gezondheid, heel wat werk hebben om te verrichten. Kennis en regeren is vooruitzien. Ik was niet van plan te praten over dit thema zo vroeg op mijn kanaal. Maar ook ik ben hier op mijn manier door geraakt. En vond het nodig om deze video op te nemen. Ik ben Find a Creator. Ik maak content op het internet, op YouTube. Over dergelijke thema's, maar ook heel veel andere thema's die ik uiteenzet. Mijn doelstelling in het leven, mijn doelstelling van het kanaal is Let's Make You Laugh. Ik wil dat iedereen gelukkig is. En dat probeer ik op mijn manier in deze wereld aan bij te dragen. Stay safe. Hou je kinderen veilig. Find a Creator. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. En laat op die manier je support en liefde blijken. Fijne dag.